Zuip- en Hosfestijn gaat het volgens de liefhebbers vooral om verbroedering, saamhorigheid en mooie tradities. Aan tafel Kamerleden en carnavalsfanaten Lilianne Ploemen, ja. Martijn van Helvert en Thierry Aartsen. En ook te gast cultuurhistoricus Herman Blij. Geen carnavalsfanaat, toch? Of wel? Nee, dat hoor je al onmiddellijk aan mijn taal, dat het niet kan kloppen. Dat heb ik ook ervaren. Ik heb ooit een proefschrift geschreven, dat heet Het Gilde van de Blauwe Schuit. Maar ik ben Irlandicus, literatuurhistoricus, en dat kwam voort uit hele rare, vieze, gekke teksten die nooit behandeld werden in mijn vak. En daar stoof ik op af natuurlijk, jaren 60. En toen ontdekte ik heel snel dat hij bij carnaval hoorde. Dus toen moest ik wat over carnaval weten. Ja. Op dat moment stond ik bekend als carnavaldeskundige, wat de grootste problemen opleverde als ik uitgenodigd werd in Brabant en Limburg. Want ik vertelde dan, ik verwees naar Thomas van Aquino, en dan stond er achter in de zaal een hoempa-band. En na elke zin, Thomas van Aquino heeft bronnen een brood gelegd, tata, ging het dan. En ik hield vol en zij ook. Oh, maar laten we dan even voor het moment toch gaan genieten van wat carnavalsmuziek. Jazeker. Even om in het moment te komen. Ja, ja. Ja, en nu beginnen er drie gezichten dus hier aan tafel. Helemaal te stralen. Ja, meneer, mevrouw, ja. Gaat uw hart sneller kloppen? Ja, ik hou enorm van carnaval. Ik moet eerlijk zeggen, hier waren niet mijn lievelingsliedjes bij. Nee? Maar wat is uw favoriet? Noem de titel eens. Een wals met Maria. Oh ja, voor de Maastrichtenaren, dat is een, ja, is een prachtige wals. Die vallen wij direct door de mand. Ja, die gaat... Nou, maar dit klinkt anders dan toeters of waterscooters en zo. Ja, dus, zeker. Jullie hebben wel een andere variant daar in Limburg. Nou, kijk, ieder heeft een carnaval waar hij het meeste van houdt. Maar er zijn grote verschillen. Dus in Maastricht doen we ook geen boerenkiel aan. We maken er veel werk van. Kijk, zoals dit. Het is echt Maastrichts carnaval. Zo gaat u er dan ook Laat ik het zo zeggen. Elk jaar streef ik naar dit. Ja. Maar zo mooi wordt het bijna nooit. De uitvoering is dan dit masker bijvoorbeeld. Ja, nou ja, dat is dan maar één elementje. Maar dus met veel goud en zilver. En ja. En in Maastricht is het natuurlijk, het begint op zondag. Dan wordt het symbool van carnaval, Moosleaf heet dat. Dus de groentevrouw die wordt gehesen. En dan gaan we carnaval vieren. En op dinsdagavond 12 uur gaat onder het zingen van het Maastrichts volkslied. Waar we dan ook allemaal bij moeten huilen, is dan weer het carnaval afgelopen. Dus het is kameraadschap, het is altijd een beetje voor mij melancholie, want ik ga terug naar waar ik vandaan kom. En het heeft ook iets heel hartelijks eigenlijk. Hoe verschilt dit dan van het Brabantse carnaval, zoals u dat viert? Nou, qua gevoel ongetwijfeld heel weinig. Maar inderdaad, de tradities zijn anders. Het Brabantse carnaval is wat boezig. Ik heb zelf een prachtige blauwe boerenkiel van mijn overgrootopa. We hebben zo'n boerensevet aan met allemaal emblemen erop. En dat is een beetje hoe het in Brabant wordt gevierd. Dus maar het is net even wat anders. Maar wel hetzelfde gevoel van samenhorigheid. Ja, dat is wel. Ja. En dat is ook wel het mooie van het carnaval, denk ik. Dat eigenlijk ieder dorp zijn eigen tradities heeft. De ene heeft de Raad van Elf en de ander toch weer niet. En adjudanten en paarden. En misschien een mooie foto. Ja, ik heb een paar mooie foto's. Het is net, prachtig. Overal is het net wat anders. Ja. En daar zie ik dus allemaal medailles en zo liggen bij u. Ja, wat is dit dan? Nou, dit zijn allemaal carnavalsmedailles, vastelovensmedailles. Eigenlijk, jeder dorp in Limburg heeft zijn eigen prins. Oh ja? Ik kon dit verstaan. Jeder dorp heeft zijn eigen prins. En eigenlijk, als ze op zo'n receptie komen. Oh nee, dit gaan we toch niet doen. Maar als je, op elke receptie waar je ook komt, dan krijg je vaak van de prins een medaille voor. Oh, wat fijn dat je er bent. En dan krijg je een medaille erbij. Of ik ben zelf prins geweest, wel een hele tijd geleden. Maar krijg je eerst mijn prinsenmedaille toen ik prins was op een uurstad van de Voetelaars. Allee dan. We komen hier straks wel op dit prinschap. Komen we straks wel heel erg terug, want we hebben hier ook twee mooie prinsen aan tafel zitten in vol ornaat. Dus dat komt nog helemaal voordat je een shine. 1999, hoe oud was je toen? Ja, toen was ik... wat was ik toen? Ja, dat is wel een hele tijd geleden.
Kun je nou niet rekenen? Toen was ik al 21. Nee, toen was ik, maar ja, weet je wat ook is met die medailles? Als ik even in de reden mag vallen, Martijn, sorry daarvoor. Kijk, carnaval is ook gewoon alles op zijn kop. Dus het is in ieder geval in Maastricht is ook een beetje anarchistisch. Ja. Het is je niks meer aantrekken van de autoriteiten. Sterker nog, de autoriteit, de hele wereld wordt gekanteld. Hè, dus die autoriteiten doen er niet meer om. Dus ik heb ook van die medailles. Maar dat is een totale persiflage op de belangrijkdoenerigheid, de dikdoenerigheid die sommigen van de door het jaar heen, zo. Ja. Sommigen door het jaar heen overvalt. De burgemeester levert ook een sleutel van de stad in. Dat is ook het heel kenmerkende van het feest. Dat is de omgekeerde wereld. Ja. Dus de wereld wordt omgekeerd. De bestaande orde wordt tijdelijk opgeheven. De bestaande omgangsorde worden opgeheven. En men gaat zich totaal anders gedragen. Neemt andere rollen aan. Of identificeert zich met elkaar door allemaal kielen aan te trekken. Rangen en standen vallen weg. En dat is de ventielfunctie. Ja. En dat is op zichzelf een heel regressief verschijnsel. Want dat is een enorme chaos, lijkt het, voor buitenstaanders. Mm, ja. Maar men keert dan daarna, huilend, vind ik heel mooi. Ja, echt waar. Dat is heel oud, dat weet ik ook. Want ik heb wel vaak meegedaan. Ik heb ook 42 van die dingen, want ik ben overal... Want ik heb mij wel daar gooien. Maar men keert dan terug... ga eens mee. Maar men keert dan terug naar de orde, opgefrist en wel. En aanvaardt de orde. Maar daar blijft het feest niet bij. Want dat maakt het feest zo belangrijk en essentieel. Het is ook een feest van kritiek uitoefenen. Ja. En daar ontstaan de problemen. Want dat is, Limburg met zijn ketelgericht, maar dat zie je overal. En dat komt ook echt uit de vroege middeleeuwen, komt dat al. Ja, want wat zijn de wortels van dat De wortels feest? Zijn niet katholiek. Het hoort bij, Germaans. Het hoort bij, hoe je het ook wil noemen, heidens, Germaans. In ieder geval niet christelijk. Het zijn lentegebruiken. Feesten die horen bij de overgang van de winter naar de zomer. Ja. De oogst is binnen. De druiven zijn geplet. Het varken is geslacht. En nu ligt de zaak dood en gaat men feestvieren, socialiseren, opeten. Juist een heleboel eten en drinken met elkaar. En vooral, en daar komt het kritische element, nieuwe vruchtbaarheid oproepen. Want dat is een demonengeloof wat daarbij hoort. Je hebt kwade demonen. Die houden nu de aarde gevangen in vorst. En het is maar de vraag of je ze kunt verdrijven om weer nieuwe vruchtbaarheid te krijgen. Daar komt het geknal, het vuurwerk, het verbranden van die dingen. Allemaal echo's in onze tijd hoor je nog steeds wel. En daar hoort dus ook dat vereren van goede demonen. En daar hoort schoonwassen bij. Schoonwassen van jezelf, je bevrijden van alles wat mis is gegaan. Maar vooral ook de omgeving. Dus wat er lokaal is gebeurd, dat wordt in de stoeten. Daar zijn die stoeten ook voor. En het ketelgericht. En daar zijn dus altijd problemen, omdat men ook de wereldpolitiek aanraakt. Dus maar kom op de wereldpolitiek. Mensen staan met dozen. Zal ik even voorspellen wat er nu gebeurt? Je zult overal in stoeten nu Chinezen krijgen. Mensen die zich verkleden als Chinezen. En boeren. En de boeren. Woeste boeren worden nu verkleed. Als je wil weten wat er speelt in de samenleving, dan moet je de optocht kijken. Ja. Dan komt de burgemeester voorbij, de maatschappelijke problemen, de kliko's die verkeerd staan, alles komt voorbij. Maar er ontstaan ook elk jaar zijn er incidenten daarover. En ook terecht, want er hoort bijvoorbeeld tot de traditie dat een wethouder die overspel heeft gepleegd, die zetten we ook leuk op een kar. dat botst met de rechtsstaat, dat kan niet. En elk jaar zijn er dat soort problemen. Maar dat hoort heel bij die zeer hele scherpe satire. Ik begreep ook dat u voorspelt dat Klaas Dijkhoff met zijn wachtgeld ook wel in zijn stad voorbij zal komen. Dat bedoel ik. Die zit in het oppervlak van het Kielengat. Dat hoort zeker. Maar en vindt u dat dan ook leuk? Ja, dat hoort wel leren. Stiekem is het ook een eer natuurlijk. Ja, ja. Dit kan bij deze gelegenheid. Als je niet wordt genoemd, dan ben je juist... Maar er gebeurt nog veel meer. Er gebeurt nog veel meer. En dat is ook de bezwering van angsten. De dingen waar je bang voor bent, die kun je collectief nu weglachen. Ja. Plezier om maken. Dat was in de middeleeuwen de duivel. Die werd voorgesteld als een hond. Iemand speelde dat en iedereen schold hem uit. Dreef de duivel weg. Maar men was doodsbang in zijn eentje voor de duivel. Maar collectief kon je daar... In onze tijd zie je dat de dingen waar men nu angstig voor is, die worden dus ook verbeeld. En dat zul je zien. En dan krijg je die problemen. En dan is er nog een derde functie. En dan hebben we dat in ieder geval gehad. Gewoon serieus feest namelijk. Ik bedoel, met een enorme melancholie wordt gespeeld. En een enorme vrolijkheid en uitbundigheid. Ja. Maar het is ontzettend serieus. En dat is de derde functie. En dat is de reden waarom men het in de 16e eeuw onderdrukt. Dat is niet de informatie. Maar dat is namelijk... Dat is
Het is ook een experimenteerveld. Oeh. Men gaat gedragsvormen ontwikkelen. Mm. Men ontdekt dingen in elkaar. U bedoelt die in de normale orde. Nee, absoluut niet. Absoluut. Ja, nee, natuurlijk ook. Ja. Maar ik bedoel. maar dus begrijp op elk vlak. Nee, maar wacht even. Was, nee, maar, ja. dit is namelijk een heel serieus punt. Mm. Omdat dat de reden is, daardoor komt de reformatie tot stand. Die was nooit gelukt als Luther niet als vehikel de carnaval gebruikte. Waar priesters voortdurend belachelijk werden gemaakt. Maar men hield er niet mee op. Men keerde hem niet terug naar de bestaande orde, maar zette de orde voort. En dat gebeurt nu ook. Carnaval is nu ook. De agenda's van tafel. Volkomen lege agenda. En we gaan helemaal vanaf scratch kunnen we weer tegen elkaar praten, dingen zeggen. De manier waarop twee zeer tegengestelde partijen hier bijvoorbeeld zitten. Ja. Een eensgezindheid vertonen hier. Ja, op het dat wou ik net zeggen. Maar, waarom doen, dat is waarom doen wij van boven de rivier ja, nee, dat doen wij ook. Nee, wacht even. Wij wat moeten dus wij dan? De kermissen. Onderschat kermissen ja, in wij Holland. Wij hebben vuurwerk. Nee, niks ervan. Onderschat. Nee, omgekeerde wereld doet zich in allerlei vormen voor. De carnaval is maar het doet zich namelijk ook voor op festivals. Festivals steeds meer verkleedpartijen. Andere rollen spelen. Kon je in de krant lezen. De feestwinkels verkopen zich suf aan pakken om andere rollen te spelen. Heel belangrijk. En vakantie. Vakantie ook. Gewoon andere kleren aantrekken. Nou, je gaat je zullen we even gaan naar de mannen die hier met andere kleren aan tafel zitten? Oh ja, dit is dat het belangrijkste. Is toch fijn. Ja. Brian en Paul, twee goedenavond. Prinsen. Carnaval, we hebben net de naam geprobeerd Prins te zeggen. Prins Brood van Benoorde Blussers Rijk. En Minus de 14e van Kaaiendonk. Kaaiendonk, ook Kaaiendonk. Ook Kaaiendonk, oké. En nou weten we tenminste ook hoe het allemaal werkt. Ja. Heel fijn. De laatste alleen te zuipen, maar ja. Maar hoe word je prins? Dat is niet zo simpel. Ja. Nou, in ons geval, ik ben gevraagd. Ik ben, voordat ik prins werd, was ik grootste boer. Wat is dat? Dat is, wij hebben een raad van tig. Dat is ook weer iets anders dan de raad van elf. Bij ons mag iedereen aansluiten. Ja, wij hebben een prins, een politie, een godste boer, een nacht en vijf dansmariekes. Ieder het anders, hè? Ja. En ik was 3 jaar geleden, ben ik aangesteld als prins, ben ik gevraagd. En de 3 jaar daarvoor was ik grootste boer. En zo ben ik er een klein beetje ingerold. Oké, maar en dat is dus. Er komen allemaal termen voor. Maar wat zijn jouw kwaliteiten die doorslaggevend waren voor jouw huidige functie? Ik denk dat er nog steeds heel veel ingewikkelde termen zijn. Nee, ik had er een vraag. Maar hoe word je het? Wat moet je hebben om prins te worden? Nou, ik denk dat ik. Netwerk. Ja, netwerk. Ja. Oh, het is net het koor. Ja, bijna wel. Ja, ik ben prins van een heel klein dorpje. En ik ken er veel mensen. Ik zit bij veel verenigingen. Ja. Ik snap dat jij graag nu wil weten hoe je prins wil worden, omdat jij dat dus misschien ook ambieert. Maar ik wil weten hoe het nou zit met dat gevoel van die prins, dat prins zijn. Want ik heb een documentaire van Lex Uiting gezien, die is ook een jaar prins geweest. Prachtig. Zullen we heel even kijken naar die beelden, want dan zie je wat dat doet voor mensen. Mooi. Prachtig. Ik wil ook applaus vragen voor Dreespan 2017. De adjudanten Martijn, adjudant Dick en prins Lex de Nierste. Leef Jokussen en mijn allerliefste Jokussinkes. Oh, maar dit is dus wel echt heel typerend dat iedereen hier aan tafel die iets met carnaval heeft zitten aan. Maar de enige, jullie twee als nu huidige prins, wat maakt dit nou zo emotioneel? Ik zit hier naar te kijken en ik denk, ik zal het niet zeggen. Ik denk, zeg het dan maar eens. Nou ja, ik dacht zo'n volwassen man met zo'n verkleed ding en veren. En dan echt huilen over dit. Wat is dat? Je moet eigenlijk even die hele documentaire kijken. Want dit is natuurlijk, dit laat zien wat het met mensen doet. Ja. Maar die documentaire is grandioos, want die laat zien hoe enorm divers het is. Mm. En het gaat echt van 0 tot 100 van Polonaise lopen met de manneke van 5 dat tot is inderdaad een leuke bed zit tot alles. Ja, dat is een leuke documentaire om even op te zoeken. Maar toch terug naar dat gevoel. Wat maakt dit nou zo emotioneel, dat je dat mag doen? Precies wat je zegt, dat je dat mag doen.
door dit pak. Ja. En veelal gebakken lucht te verkopen. Ja. 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 Maar maak je wel heel veel mensen vrolijk. Een wijs man zei ooit, met carnaval draaien we alles om. Ja. En daarna komen we terug. Maar het is niet helemaal meer wat was. Ja. Er gebeurt heel veel met carnaval. Maar in zijn algemeenheid worden mensen over het algemeen vooral een stukje vrolijker. Ja. En als je daar zoveel aan bij kan dragen door wat we zeggen en hoe we eruit zien. Ja, dat is mooi. Misschien wel een van de mooiste dingen die je kan meemaken. Was het voor u een van de mooiste dingen ook die u ooit heeft meegemaakt, dat prins zijn? Ja, ik vond het wel mooi. En hoe word je dat? Dat is inderdaad in elk dorp natuurlijk weer anders. Maar laat ik zo zeggen, bij de voetenleers op Benuustad is het zo dat de geheime commissie van de Raad van Elf moet het gevoel hebben dat jij degene bent die die carnaval los kan maken. Die al die mensen op sleeptouw weet te nemen en die mensen gek weet te maken om weer die carnavalswagen te maken, om weer die pakjes te naaien. Ja. Om Want weer wat moet je eigenlijk doen als prins? Dat dus? Ja, je bent eigenlijk het voorbeeld waarvan iedereen zegt. Ja. Eigenlijk, in het omkeringsfeest voor die prins doen we dus niet de burgemeester, want de burgemeester levert officieel de sleutel in aan de prins. Ja. De prins is die drie dagen, zondag, maandag, dinsdag, de baas van de stad of van de gemeente of van het dorp. Nou, en die moet dus zorgen dat het carnavalsfeest van verbroedering en omkering ook een groot feest. En hoe lang is die Amstermijn? Voor hoe lang doe je dat? Eén jaartje? Je bent in principe één jaar. Kijk, carnaval duurt drie dagen, exclusief de voorbereidingstijd. Ja. Ja, dus, de rest van het jaar. Ja. Ik was vandaag in Den Bosch en dan waren ze al bezig met drinken. Ja, dus, omgekleed en alles. Dus heel voorprogramma. Drie, voorprogramma. Het begint eigenlijk pas op zondag. Je bent de exponent, van nieuw gemeenschapsgevoel. En dat is namelijk heel erg belangrijk. En daarom speelt het dialect er ook zo grote rol. Ja. Want ik heb bijna de indruk, en waag het niet om het tegen te spreken, dat jij niet met opzet nu en dan een dialectwoord gebruikt. Nee. Maar dat het in jouw lopende spraak zit, geïnspireerd zeker door het onderwerp. Kijk, we hebben nu toch wel iemand kleine, en dat vind ik heel kenmerkend. En Matthijs en Joke, dat zijn mijn kinderen. En de vriendin Julie van mijn dochter. Kijk, en de gemeenschap kiest jou uit om één jaar dat te belichamen. Ja. Dat te zijn. En dat is ook heel aangrijpend om ons roeren. Hoe kan ik wel breder trekken? Ik zie dat het emotie is, maar ik... Voor mij was het genieten als dochter van een gastarbeider. Mm. Geboren in een moslimnest. Heb ik genoten van alle mooie optochten. Ja? Dank jullie wel. Ja. Maar dat is wel mooi. Wat de hele tijd voorbij komt ook in die documentaire. Dat het niet uitmaakt of je nou politicus bent. Dat is juist van welke cultuur je bent. Iedereen die meedoet, zeg maar, die hoort erbij. Of het nou kindjes zijn of opa's en oma's. Of maakt niet uit waar je vandaan komt. Ik zag vandaag in de BNR Stem was er een cursus carnaval vieren voor statushouders. Die liepen met zo'n steek op. Zo. Oh. Dat was geweldig. Dat is toch prachtig, als je meedoet, hoor je erbij. Ja. En dat is dat inclusieve feest. We gaan het wel een keer doen. Ook mensen boven de sloten zijn. Hartelijk welkom. Het dialect dat hij gebruikt, hij zei vastelavond. Want er is één ding niet besproken, hoe het katholiek werd. We gaan door naar het hoofdpunt van carnaval en dat is de borrel. Ja, dan gaan wij nu naar door. Hier, Journaal. Dus wij horen al drie keer afronden. Sorry, maar jullie waren heel enthousiast. En jullie waren allemaal heel fijn. We komen langs. Bedankt, heel veel liefde. Dank je. En dit was het. Ja, dit was nog één voor vanavond. Morgen zitten hier Sophie en Hugo. Tot lekker. Op één is elke dag anders. Het is gewoon echt wat je ziet. Wilt u een uitzending bijwonen? Ga naar op1npo.nl en u bent erbij. Het is zoals een toetje is, gewoon heerlijk.